Hoi, ik ben Esmee en ik lach ontzettend veel. Ik ga op lachonderzoek uit en in deze aflevering behandelen we waarom lachen we nou eigenlijk. Do you smile a lot? All day. Waarom is lachen zo belangrijk? Lachen is eigenlijk een universeel signaal, zou je kunnen zeggen, van vriendelijkheid. Dat is alvast heel belangrijk. En ook van plezier. Ja, lachen wat af. Je moet toch een beetje kunnen lachen deze dagen. Ja, je hebt een hele mooie lach. Ah, dankjewel. Ja. Ja, wij lachen wel. Ja? Wij lachen wel, ja. Wat ik dus doe, is ik zeg, Hollandse aardbeien. En dan gebeurt het gewoon. Dan gebeurt het. Van lachen word je gewoon vrolijker, ontspannender. En het geeft je gewoon een goed gevoel. Het zorgt gewoon dat je lekker in je vel zit. Het is zeker ontspannend, ja. Als je veel lacht, voel je denk ik gewoon heel veel beter. Hoe het dan ook werkt, is dat in je lijf, zeg maar, als je aan het lachen bent, worden er bijvoorbeeld endorfines aangemaakt. Dat heet dan het gelukshormoon, hè, in de volksmond, zeg maar. En dat zorgt er gewoon voor dat je lekker voelt, dat je weer ontspannen wordt. Ja, ik voel me heel vrolijk als ik moet lachen. Dus lachen maakt gelukkig. Ja, absoluut. Ja. Volgens mij wordt dan ook een beetje zo'n gelukstofje aangemaakt. Eigenlijk heb je twee soorten lachen. De Duchenne-lach en de niet-Duchenne-lach. Oh, ze hebben ook echt een term. Ja. En de Duchenne-lach, dat is de echte lach. Dat is de lach van plezier. De non-Duchenne, dat is eigenlijk de neplach. Dat is de lach die we op ons gezicht toveren als we bijvoorbeeld voor een pasfoto of zo van say cheese. And... Are you happy with your smile? I am very happy with my smile. I'm not complaining. Yeah? I think it's one of my good features. Hoe vaak lacht een mens per dag? Nou, er zijn echt onderzoekers die dat dus hebben geturfd en daar komt een precies getal uit. 100 keer of zo? 40 keer zo? Nee, up to 5, I guess. En minstens 1, 2 keer. Nou, ik denk wel zeker een keer of 10 per dag. I hope 100 times. Hey, wat een goede lach heb jij! 18 keer per dag, gemiddeld. Nou, dat mag wel wat vrolijker. Ja, toch? Heerlijk als je dat kan, toch? Dag niet gelachen. Is een dag niet geleefd. Precies. En is dat dan de non, hoe heet het ook alweer? Non-Duchenne. Duchenne? Ja. Of is dat de volle schaterlach? De echte hardoplach. Ja, het is echt de hardoplach. Wauw. Ja, want glimlachen is nog veel meer. Maar de hardoplach 18 keer. Ah. Je hebt een prachtige lach. Oké, Jan. Geef mij nu eens even een lekkere lachtip. Dat is heel simpel. Je telt even tot 3 en je gaat het gewoon meteen doen. En dan ook, je kunt dit niet half doen, je moet het echt doen. Voluit. 1, 2, 3. Die moeder zo, kijk even naar die moeder. Oh jongens, zoals jullie hebben gezien, het zit echt nog wel goed met de Nederlandse lach. Laat ook jouw mooie lach zien en deel deze met ons via de hashtag Laat Je Lach Zien. En wie weet win jij een Philips Sonicare. Kijk hieronder hoe je meedoet.